We beginnen deze aflevering met de Pride Walk, met aansluitend Pride Park. Jaarlijks de officiële aftrap van Pride Amsterdam. Waarom loop je mee vandaag? Ik ben met mijn broer en wij zijn allemaal bij het oud. Alt en proud. En voor iedereen. Ja, dat iedereen erbij hoort. Trans personen horen er ook bij. En er zijn groepen die dat niet vinden. En ik vind wel wel. Waarom loopt u mee vandaag? Omdat ik ook homo ben. En waarom vindt u het zo belangrijk om mee te lopen? Nou, omdat het nog steeds belangrijk is om homo te kunnen zijn in vrijheid. Omdat ik trots ben op alles. En waarom vind je het zo belangrijk om dat te laten zien? Omdat ik denk dat het goed is om dat moment te pakken, om dat te laten zien. En omdat het niet elke dag hoeft. En dat het gewoon iedereen lacht langs de kant om wie we zijn en is blij. En we maken mensen blij. En ik denk dat het gewoon een hele goede manier is. Steeds groter te worden en steeds meer die acceptatie voor de LHBT-community te krijgen in Nederland. Ja, ik vind dat echt heel erg belangrijk. Zeker omdat bij die 9 dagen Pride, hè, daar is een heel mooi programma. Hè. En de focus is vaak alleen maar op die Canal Pride. En juist dat activistische begin dat we vandaag gehad hebben. Ja, dat is zo mooi dat dat nu ook veel meer in beeld komt en veel meer aandacht krijgt. Want er is nog zoveel te doen, hè, bij ons in Nederland en ook in de hele wereld natuurlijk. Ik vind zelf altijd heel erg belangrijk dat iedereen overal welkom is. Hè. Dus ik ken wel de voorbeelden van transvrouwen die niet welkom zijn op vrouwenfeesten. En ja, dat vind ik echt erg. Ik vind dat we echt open moeten staan voor iedereen in de gemeenschap. En mensen die in de hokjes passen, ook de mensen die buiten de hokjes, of die niet in een hokje willen, of zich niet in een hokje thuis voelen. Het moet voor iedereen zijn. Dus dat is heel erg gaaf dat je dat nu terugziet. I don't wanna lose you, but right now I just can't use you. Er kwamen nog niet zoveel mensen uit mijn community naar optredens, maar de laatste jaren steeds meer. Doe ik aan Grindr promotie. Als ik ergens ben, weet je, in de stad en ik ga optreden, dan laat ik gewoon even vallen. Dan zeggen mensen, hey, wat doe je hier in de stad? Dan zeg ik, ja, ik spreek vanavond op, er zijn nog kaartjes. Maar waar ik het moeilijk mee heb, is dat een van de beste landen wonen op de wereld om homo te zijn. En dat ik toch nog steeds, als ik in de metro zit met een vriendje van me, die zegt, oh meid. Dat ik denk, tone down the gay, want weet je, we mogen ons niet echt laten zien. Ik heb het gevoel dat de nieuwe generatie eigenlijk wel weer iets meer hier aanwezig is. Dus ik hoop dat het iets all-inclusive wordt, weet je. Dat alle gays van alle leeftijden voelen van dit is belangrijk. Om onze stem te laten horen, om ons even te laten zien. Want anders kan het zomaar heel slecht gaan met zo'n land als Nederland. Zoals je ziet heeft iedereen het goed naar zijn zin en gaat het feest nog wel even door. Verderop in het Vondelpark kun je je ogen nog de kost geven op de Rainbow Market. Waarom sta je hier met dat bordje? Omdat voor mij persoonlijk is het heel belangrijk om mensen te erkennen in wie ze zijn. En dat is door Free Hugs. Heb ik jaren geleden heb ik het filmpje gezien van de originele man die het bedacht heeft. En ik vond het zo inspirerend, zo mooi om gewoon open te staan met open armen naar vreemden. Ik bedoel, mij maakt niet uit wie je bent. Ik accepteer je voor wie je bent. En ik hou van je voor wie je bent. En vooral op een dag als dit is dat gewoon heel belangrijk. Wij staan met de Happiness Troop op de Pride Markt. Aanzichtkaarten, prints, pins, boekjes. We proberen alles zelf te maken. En wat het belangrijk is dat we dingen maken die er nog niet zijn. Dus om bijvoorbeeld een huwelijk tussen twee vrouwen te vieren. Of te vieren dat je twee vaders hebt. Dat is wat ons betreft heel belangrijk en dat mist. Download vanaf vandaag OutTV Pro in de Apple App of Google Play Store. Registreer je nu en kijk het beste van OutTV.